Burgemeester, zo kort voor het jaar, voor het einde van het jaar even terugkijken naar wat er gebeurd is. Nog niet zo lang geleden stuurde u een brief aan Geert Wilders. Wat zei hij terug? Ik heb nog geen reactie van hem mogen ontvangen, dus daar wacht ik nog op. En ik zou het wel mooi vinden en eerlijk gezegd ook wel beleefd als hij zou reageren, maar we zullen het zien. Hoe goed erin heeft u het in Venlo ook eens een keer gedaan of misschien uitgenodigd? Was dat een goed contact? Of nee, daar heeft nul respons op geleverd. Kijk, de achtergrond ervan is dat ik zelf, zoals u weet, hou heel erg van het persoonlijk contact. Ik bedoel, als je echt iets met elkaar hebt en er is grote oneenigheid, juist dan moet je met elkaar in gesprek treden. Dat vind ik ook het motto waarop je in een stad moet besturen, waarop je in een land met elkaar moet omgaan. En dat hebben we tegenwoordig hard nodig. Dus ik vind zo'n uitnodiging, dat is niet een gimmick, dat is echt serieus bedoeld. En nou ja, ik zou het op zijn minst mooi vinden als hij een antwoord geeft. Ook als hij geen zin in gesprek heeft, dat hij in ieder geval dan op papier maar even een repliek dient. Maar ik wacht af. U was natuurlijk al even trending topic op Twitter, terwijl dat... Nou, u weet dat dat niet mijn hoogste doel in het leven is. Daarom zeg ik het u even. Daarom. Wat zou u graag van hem willen horen? Want die brief, die is al een tijdje geleden. Wat was nou concreet? Nou ja, kijk, ik vind, los van het hele verhaal van de aangifte en rechtszaak, ik vind een heleboel goed hoor. En ik persoonlijk kan ook een hoop hebben. Maar ik zou wel met hem erover willen hebben van... ik doe niets af van de standpunten die hij heeft. Maar de manier waarop dingen gezegd worden, de manier waarop je een groep wegzet... dat moet je niet willen. Daar moet eigenlijk helemaal geen rechter voor nodig zijn om dat niet te willen. Er zijn een heleboel mensen in dit land die serieus problemen die in dit land bestaan... ook bij allerlei mensen, ook bij allerlei groepen mensen willen aanpakken. Daar hebben we echt geen overtrokkige... termen en beledigende en discriminerende termen ervoor nodig. En ik zou dat gesprek wel eens met hem willen aangaan. Ik vermoed dat het niet 1, 2, 3 zou lukken, maar dat zou mijn inzet zijn. Nu hebben natuurlijk een heleboel mensen al een mening geuit over dit onderwerp. Waarom is de burgemeester van Nijmegen geroepen om dat ook te doen? Nou ja, kijk, het komt natuurlijk allemaal voor dat ik 2,5 jaar geleden, net zoals vele mensen in Nederland, ook aangifte heb gedaan tegen die uitlating. Ik bedoel, ik ben blij dat de rechter heeft erkend dat dat juist was. Het is niet... het eerste wat ik overweeg als ik iets heb met mijn mensen. Ik vond ook best wel een lastige overweging toe. Ik snap ook best wel dat mensen zeggen, ja hoor, de burgemeester, maar ik heb het. Ik zeg het nog maar een keer voor de 100ste keer als Hubert Bruls gedaan, niet als burgemeester. Dat vervolgens nog nu de rechtszaak, althans in eerste aanleg, tot een einde is komen, om mij een commentaar te vragen, is tegen die achtergrond niet vreemd. Maar het zal u ook niet opvallen. Ik zoek daar niet heel erg grote aandacht voor, maar als mensen vanuit de media mij daar een vraag over stellen, wat ik ervan vind, dan geef ik daar keurig een antwoord op. En daarmee is voor mij betreft de kous niet af, maar gaan we wel weer over om de dingen aan te pakken waarvoor we zijn aangesteld met z'n allen. En dat verwacht ik eerlijk gezegd van Geert Wilders ook. Ik wil ook oplossingen zien, niet alleen maar problemen die benoemd worden. U zegt die aandacht, die zoekt u niet. Als u dan aangifte doet als burgemeester of als u bij Brussel zo u wilt, dan is er natuurlijk wel gegarandeerd aandacht voor. Zeker, zeker. En dat heb ik ook onder ogen gezien. Maar ik heb in die afgelopen 2,5 jaar, in de aanloop naar het proces, tijdens het proces, heb ik er niets over gezegd. Ik heb ook stevens allerlei verzoeken. U kunt niet weten bij wie ik allemaal uitgenodigd en op schoot had kunnen zitten om hierover te praten. Dat wijs ik ook allemaal af. Als u me hier de vraag stelt, geef ik er netjes antwoord op. Dat doe ik ook bij andere regionale media. Maar ik zoek daar echt geen landelijke programma's mee op en verder. Dat vind ik niet op mijn weg liggen. Maar het was voor mij wel een maat te veel. Ja. 2,5 jaar geleden. En ja, nogmaals, ik ben wel blij dat de rechter daar ook van heeft gezegd. Van de vrijheid van meningsuiting is niet het geding. Ook die is gehouden aan de afspraken die we in dit land hebben vastgelegd. En die moet een burgemeester, maar zeker ook een Tweede Kamerlid, echt hanteren. Goed, iets dichter bij huis. Nog niet zo lang geleden kwam het bericht dat wethouder Tank hier afscheid nam. Kwam dat voor u als een verrassing? Ja, op dat moment wel. Dat kwam voor het hele college, kan ik u melden, wel als een verrassing. Die donderdag... of moet zeggen, op woensdag kwam hij al met het verhaal van dat het moeilijk liep tussen hem en de eigen PvdA-fractie. En donderdag heeft hij in het college gemeld, dat was hier aan tafel dat we zaten, van nou ja, ik hou er mee op, want ik voel geen vertrouwen meer. Dat was toch wel een klap. Ik bedoel, je ziet natuurlijk wel dat er politiek een hele discussie was. Dat het al het hele jaar waren natuurlijk een aantal punten
waarom het moeilijk liep. Maar dat het hierin zou uitmonden op die dag, dat zag ik ook niet aankomen. Nee. U benoemt het al, hè? Vooral die bijzondere bijstand was een van de onderwerpen waar, waar de oneenigheid in de Partij van de Arbeid over ontstond. Dat onderwerp is hier, of misschien aan een andere tafel in dit huis, besproken. Heeft u toen niks gemerkt van de moeite die Tanguy hier had op dat moment om dat standpunt te verdedigen? Of, Ja, kijk, een wethouder zit niet aan tafel om een standpunt te verdedigen. Een wethouder zit aan tafel in het college, net zoals als ik aan tafel zit, om met z'n allen, wat wij denken, zo goed mogelijk beleid en maatregelen die erbij horen te bedenken. En er worden voorstellen besproken en dat leidt uiteindelijk tot besluiten die komen. Dat is wat uitgangspunt. Uiteraard heb ik en ook de collega's wel gemerkt dat er in het verkeer met, ja, ik zeg toch ook maar de eigen PvdA-fractie, dat daar wel meningsverschillen lagen. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan dat je moet concluderen van, oh, het vertrouwen is helemaal weg. En ik vind dat heel erg jammer. Dat vindt het hele college, want we hebben echt tot het laatst toe collegiale gezamenlijk een opgetrokken. Dit is ook niet gebeurd vanwege een conflict binnen het college van BMW, voor degenen die dat niet hadden meegekregen. Dit heeft iets te maken. En uiteindelijk heb je dat ook te respecteren in de relatie tussen de wethouder en de eigen fractie in de gemeenteraad. Nogmaals, de uitkomst heb je te respecteren, maar ik vind het wel zeer spijtig voor Toergaai. En ook voor ons allemaal, want ik denk dat hij een hele goede inzet heeft gehad de afgelopen jaren. In belang van de stad, in belang van de inwoners. U heeft op zijn afscheid mooie woorden gesproken. Hoe grijpt zo'n vertrek in binnen zo'n college? Is dat, Dat komt best wel hard aan, want zoals ik al zei, we zaten hier op die donderdag, na die woensdag, nadat Toergaai eigenlijk wel duidelijk was geworden. Ik ontmoet te weinig vertrouwen om verder te gaan. Toen hier meedelen, waren een aantal wethouders die zelfs de gebeurtenissen van de laatste etmaal niet in die scherpte hadden meegekregen. Dus dat was wel even een moment van stilte en ook wel van verslagenheid. Aantal. Daar horen ook soms wat emoties bij, ook wat boosheid, hè, van waarom moet dit nou gebeuren. En we hebben ook nog een eigen kring heel hartelijk met elkaar afscheid genomen. De contacten zijn er ook nog steeds. Nou, dat zijn allemaal tekenen van dat we collegiaal gewoon echt uitstekend met elkaar uit de voeten kunnen. Toen kwam het moment dat het, ik geloof de maandag daarna, bij de collega's van Gelderlander, Michel Hulskort, riep dat hij wel een wethouderkandidaat zou leveren. Dat bericht heeft ook menigeen verbaasd. Uiteindelijk werd het de kandidaat waar hij het over had op dat moment. Kunt u eens beschrijven hoe dat proces, hoe u dat ervaren heeft? Ik snap dat dat zeer interessant is, maar ik weet niet hoeveel tijd we dan hebben. Nee, kijk, dat vind ik niet helemaal mijn rol. Kijk, duidelijk was dat, dat kon je wel merken, dat door het aftreden van Toergaai Tanguy het niet zo vanzelfsprekend was dat men eenzelfde coalitieverband zou doorgaan. Dat proefde je wel bij deze of gene. Er zijn natuurlijk ook mensen die mij wel eens hebben geïnformeerd of hebben willen inlichten hoe het is. Ik blijf daar wat gepaste afstand, want op dat moment, kijk, voor mij als burgemeester op dat moment eigenlijk, naast alle emotie rondom het vertrek van Toergaai Tanguy, is zakelijk één vraag van belang. Hebben wij nog een college of hebben we geen college? Het antwoord daar was, nee, we hebben gewoon nog een college. Met andere woorden, het college was niet afgetreden, was niet demissionair. De vraag was alleen in de orde, moet er nog een nieuwe wethouder komen? Daarvan zei iedereen, gegeven de omvang van het werken in de stad als Nijmegen, zal dat zeker moeten. Maar even voor het beeld, het had ook gekund dat die portefeuilles opgedeeld zouden worden. Hè? In theorie had je kunnen zeggen, je gaat bijvoorbeeld met 5 wethouders verder en de burgemeester, dat kan. Waarom is er verkozen om dat niet te doen? Ja, dat moet je aan de betreffende coalitiepartij vragen. Wat ik ervan weet, en dat kan ik alleen maar delen. Kijk, Nijmegen heeft al sinds jaren en dag, ik denk al tientallen jaren, werken wij met een college van de burgemeester en 6 wethouders. Daar zijn we op ingericht, daar is onze organisatie op ingericht. En dat is niet te veel, dat is niet te weinig. Dat is een goede omvang bij een stad, van deze omvang en alles wat je hier in problemen hebt. Dus dat kan ik alleen maar delen. Als mensen mij ook vroegen van, wat vind jij, dan zeg ik nou, 6 wethouders is eigenlijk wel de goede maat. Precies. Het kan natuurlijk met 5, het kan ook met 7. Maar daar zijn argumenten voor te bedenken waarom we het niet doen. En dat heeft men uiteindelijk ook voor gekozen. Ja, voorts is het een afweging van politieke partijen. Wie dan met wie verder blijft regeren, zo maar uitdrukken. En ja, men heeft ervoor gekozen om de coalitie minus de PvdA dan voor te zetten. Dat betekent natuurlijk wel minder zetels in de raad, maar wel nog een meerderheid. En daar is men, is mijn indruk, vastberaden in. En dat moet dan ook kunnen. Het lijkt meer om op de winkel te passen, zeg maar.
Nou ja, kijk, we zitten natuurlijk in de langzamerhand de laatste fase. Hè? In maart 2018, dat is binnen anderhalf jaar, hebben we alweer verkiezingen. Een laatste jaar voor de verkiezingen. Dan moeten de grote zaken die je hebt voorgenomen, moeten eigenlijk toch wel gebeurd zijn. Volgens mij is dat ook wel gebeurd. Als je kijkt naar alles wat in het coalitieakkoord staat. De grootste zaken zijn op gang gezet of zijn anders aangepakt. Maar op de winkel passen in een functie als wethouder in een stad als deze, dat bestaat niet. Ja. Al ben je maar voor een maand wethouder, er is altijd wat te doen en er kunnen altijd verrassingen komen. En zo was daar Jan Zoetelief. Die nu als wethouder een mooie frisse start heeft gemaakt. Een hele enthousiaste man en ik heb al gemerkt, heel snel goed ingelezen. En dat is ook nodig, hè. Dit is zeker de portefeuille waar hij mee te maken heeft. Ja, we kunnen ons niet permitteren om nu nog een half jaar inwerktijd. Daar is hij heel erg van doordrongen. En ja. Ik heb al gemerkt, hij had zijn huiswerk al goed gedaan nog voordat hij geïnstalleerd was. En dat pleit heel erg voor hem. Toch wel een relatief onbekende. Ja, een onbekende, tenminste voor mij was hij onbekend. Ik denk voor de meeste mensen. Aan de andere kant, hoe word je wethouder? Daar zijn geen vaste schablonen voor. En voor hem was het natuurlijk ook een vraag, zo nu opeens. Hè. Een paar maanden geleden waren wij niet ingesteld op een vraag van toe Gert Tank hier gaat weg. Daar is niemand vanuit gegaan. Ik vind dat hij het goed oppakt. Hij snapt best dat dit een forse uitdaging is. Maar wat ik al net zei over het collegiaal bestuur, dat is ook de uitschrijving die de wethouders en ik richting hem hebben. En ik vertrouw er ook op dat de gemeenteraad dat op dezelfde manier wil oppakken. Ja. Zoals ook in het verleden met wethouders is omgegaan. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat we ook die laatste anderhalf jaar met z'n allen, met een compleet college, goed kunnen afwerken. U bent hoopvol? Per definitie, maar in dit geval ook. Dat mag ook wat gezegd worden. We hebben in Nijmegen ook wel een gemeentebestuur. Dan heb ik het zowel over de gemeenteraad als het college van BMW. Er wordt fors gedebatteerd, soms ook heel venijnig. Maar we zijn toch wel vrij constructief hier bij elkaar. Met de Partij van de Arbeid in een nieuwe rol? Ja, die zit in een nieuwe rol. Dat zal natuurlijk wennen voor zijn. Dat kan ik ook begrijpen. U hoort mij ook geen veroordeling uitspreken over de PvdA. Ik snap heel erg goed dat iedereen het recht heeft om zijn eigen rol en zijn eigen afweging te maken. Het zal voor hem, zeker nadat er al in 2014 de verkiezingen natuurlijk niet het resultaat opleveren wat ze hadden gehoopt, is dit natuurlijk nog eens een andere manier wennen. We zullen het zien. Ik ken de PvdA, zoals eigenlijk alle fracties in de Raad, ook wel als fracties die uiteindelijk ook constructief zijn. Dat is ook wel gebleven. Hè. De PvdA heeft de begroting gesteund. Dat is toch het belangrijkste document wat met z'n allen vast. Nou ja, maar het gaat uiteindelijk in de politiek en de gemeenteraad erom niet zozeer wat je allemaal tegen elkaar zegt. Dat is hartstikke belangrijk. Maar at the end of the day, zoals de Engelsen zeggen, telt je stem. Juist, zo is dat. Goed, ander onderwerp. We naderen het einde van het jaar. Ook kerstmis. Als ik zo de stad doorwandel, dan lijkt kerstmis en kermis heel erg dicht bij elkaar te liggen de afgelopen tijd. Verbaast mij een beetje. Nou, het pleit voor u dat u dat wat anders ziet. Ik heb ook mijn persoonlijke opvattingen over kerstmis. Maar ja, goed, kijk, ik weet niet wat uw beeld natuurlijk precies is. Maar we leven natuurlijk wel een andere tijd dan 20, 30 jaar geleden. We leven in een samenleving die er heel erg van houdt om evenementen, om show, ook buiten te zijn. En dat doen we wel allemaal aan mee, hè. Iedereen die al die activiteiten in de stad ontplooit, doet dat niet als er geen markt voor is. Nee. Als we met z'n allen besluiten om gezellig thuis te blijven met de familie of naar de kerk of naar het buitenland, dan kunt u van mij aannemen dat er in de binnenstad het vrij rustig zal zijn. Ja, toch wel. Dus blijkbaar is een markt, voorzitter. Het is toch vraag en aanbod uiteindelijk. Ja. En daar gaan wij natuurlijk niet over, behalve natuurlijk, het moet wel natuurlijk passen in de openbare orde en het moet niet uit de hand lopen. Maar goed, als mensen daar vermaken hebben en er zijn klanten voor, dan mag het. Hè? Ja. Ja, uiteindelijk moet natuurlijk wel de gemeente de vergunning afgeven. En dan staan er apparaten waar geld in moet gegooid worden. Ja, maar ja, goed, de gemeente gaat er niet over hoe mensen hun kerst beleven. En dan vindt u het erg. Ik vind het hartstikke goed dat zo is. Ik heb zelf ook mijn voorkeuren, dus niet allemaal de kerst zoals ik die waar ik mee ben opgevoed. Maar de tijden zijn ook anders en iedereen beleeft het en verwerkt het ook op zijn eigen manier. Wat gemeenschappelijk blijft, dat vind ik toch wel het mooie in kerst. Het blijft een feest van het licht. Of je nou gelovig bent of niet gelovig, je merkt toch, het blijft toch wel een feest waar heel veel mensen zich op verheugen. Wat toch in een donkere winter een baken van licht is. En in deze tijden hebben we heel veel bakens van licht nodig, hoor. Ja, ja. Nee, dat is helder. Zelfs met een rondje van met het reuzenrad is uiteindelijk.
U wel, ik niet. Nee, ik ook niet hoor. Ja, oké. Okay, nou, einde van het jaar is natuurlijk ook het moment om even terug te blikken. Als u nou gewoon voor de vuist twee onderwerpen noemt waarvan u zegt, nou dat is me bijgebleven het afgelopen jaar, waar moet ik dan aan denken? Het lijkt al zo lang geleden, maar de opvang van vluchtelingen in Heumensoord is en blijft toch een enorme gebeurtenis die op heel veel mensen heel veel de indruk heeft. Maakt ook op mij. Eind april, zoals u weet, gingen de laatste mensen weg uit de opvang elders naar een andere plek in Nederland. Maar dat blijft natuurlijk een opvallend iets. Het lijkt nu heel erg rustig qua vluchtelingen in Nederland, maar we hebben met z'n allen ervaren wat het betekent dat er heel veel mensen uit nood geboren hun toevlucht zoeken. Dat blijft toch een fenomeen. We hebben als Nijmegen denk ik daarin echt laten zien waarin we goed zijn. Voor het over voor mij zijn vaak ook hele kleine dingen heel erg belangrijk. Iemand die ik heb bezocht die een rollator wilde hebben wat niet lukte. En ben ik daar persoonlijk langs gegaan. En uiteindelijk berichtte die mevrouw me vorige week dat het geluk was. Dat zijn wel mooie dingen om ook mee te maken. Naast ook vaak hele trieste verhalen van mensen die ik, en dat hoeft ook niet aan de grote klok wil hangen, maar die mij persoonlijk wel altijd heel veel indruk maken. Naast al die geweldige grote gebeurtenissen, want ik zou de Vierdaagse natuurlijk kunnen noemen, wat natuurlijk in heel veel opzichten samen met de Giro de echte topweken van het jaar waren. Goed, volgend jaar weer nieuwe dingen. Het toont ook aan dat je een heleboel zaken kunt plannen, maar de meeste zaken toch ook gewoon gebeuren. Toch pikt er ook zo'n individueel verhaal uit. Ja. Dat is er één, maar ik kan me voorstellen dat er een heleboel van dat soort verhalen zijn. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat het werk wat we doen hier als gemeente, en dat geldt zeker ook voor mij, doen we natuurlijk uiteindelijk voor mensen in de stad. Ik vind het ook altijd heel erg leerzaam om af en toe eens te verdiepen. Dat doe ik echt buiten de schijnwerpers. U zult mij daar niet iets over horen schrijven en dan Twitter doe ik toch al niet. Dus dat scheelt. Kun je geen stomme dingen roepen, zeg ik altijd, sowieso. Toch? En dat vind ik altijd heel belangrijk om eens met individuele mensen te hebben. Soms als ze iets moois vieren, hè, als iemand 100 jaar is, is dat natuurlijk heel, heel bijzonder. Maar ook als er iets triest aan de hand is. En soms kun je mensen ook helpen. Vaak ook natuurlijk niet. Hè. Ik kan niet huizen regelen voor mensen. Daar krijg ik heel veel vragen vaak over. Ja. Maar toch zijn ook dat soort vragen heel goed om in te verdiepen. Om te merken wat er leeft in zo'n samenleving. Ja, duidelijk. Snap ik. 2016 werd afgetrapt als jubeljaar. Hebben we genoeg gejubeld het afgelopen jaar? Ik denk het wel. Er zijn genoeg dingen gebeurd waar niet over te jubelen valt, maar waar we gewoon triest over moeten zijn of weer de goede sporen moeten pakken. Maar we hebben ook wel heel veel mooie dingen meegemaakt. Ik noemde al die 100ste Vierdaagse. Ja. Dat is toch met alle discussie over terreurdreiging die we hadden, uiteindelijk is het een superweek geweest. De Giro was natuurlijk een geweldige, mooie, verrassing kun je het niet doen, want we hadden het wel voorbereid, maar anderhalf jaar geleden wisten we ook niet dat het ging gebeuren. En nu, fantastische week, hebben we toch met een heleboel Gelderlanders samen prachtig georganiseerd. Hier en daar en, gemopper over de rekensom erover uiteindelijk. Ja, een evenement wat voor niks gebeurt. Ik moet er altijd om glimlachen. Waar zijn we eigenlijk naar op zoek? Dat we de hoofdprijs winnen in deze stad en deze regio en er nooit iets voor moeten betalen inspannen. Niets komt voor niets in het leven. Maar toont wel aan, en dat denk ik bijvoorbeeld ook tot stand komen van de Economic Board, dat als we de krachten samen doen, de universiteit, de hogeschool, grote bedrijven, kleine bedrijven, alle overheden, dan zetten we ons ook wel op de kaart. Ja. De Green Capital Award, die hebben we niet bereikt door van hier in het stadhuis steeds maar notas te schrijven hoe duurzaam we willen zijn. Die hebben we bereikt door onze mensen in onze stad de zaken doen. En als ik een laatste hoogtepunt mag noemen, die windmolens die hier opgericht zijn, dat 1500 mensen daar geld voor op tafel leggen, in een tijdsperiode gerealiseerd, was ons als overheid never nooit gelukt. Dat is ons green capital, dat is ons kapitaal. En ik ben dus hoopvol en strijdbaar dat we er volgend jaar weer een heel mooi jaar van kunnen maken. Ja, mooie dagen. Ja, zalig kerst. En